Dus welkom bij de webinar Zelfevaluatie en formatief toetsen. Ik ben Katrien, ik werk voor Tolnet, Technologie ondersteund levenslang leren. Mijn collega's Jan, Davy en Lien zijn ook achter de schermen aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. En Inge Donkervoort van D-Learning in Nederland zal ook een deel van de presentatie voor haar rekening nemen. Wij geven trouwens al heel lang samen webinars, dus vandaar ook deze. Het webinar wordt opgenomen, zoals gezegd, en komt in de loop van de week beschikbaar. De presentatie komt ook terug opnieuw beschikbaar. Om te starten ga ik jullie eerst en vooral even vragen in welk onderwijsniveau dat jullie actief zijn. Gewoon dat we een beetje zicht hebben op wie er aan de achterkant zit. Je mag even stemmen in welk onderwijsniveau dat je aan het werk bent. En dan kunnen we daar ook rekening mee houden tijdens het volgende uurtje. Ik zie nog sommige mensen moeten stemmen eventjes. Als ze nog niet gestemd hebben, ik geef er nog heel eventjes tijd om te stemmen. Ik zal het resultaat ook met jullie delen. Dus we zijn met 7 mensen van het lager onderwijs, 2 mensen van het buitengewoon lager, 17 van het secundair onderwijs, 1 iemand van het volwassen onderwijs, 2 mensen van studenten SLO en anderen zijn er ook 2. Dus dat zullen organisaties of firma's zijn. Fijn, dan weten wij wie er aan de andere kant zit. En dan gaan we ook proberen rekening te houden tijdens het volgende uurtje. Waar gaat het over? We gaan jullie meenemen in een aantal stappen waar dat ICT een middel kan zijn om het leerproces zichtbaar te maken. We gaan ook een beetje stilstaan bij de theorie daarachter. We gaan een aantal handvaten voor- en nadelen van digitaal toetsen aanreiken. Die je dan na deze tijden, coronatijden, zeker nog kan verder gebruiken. Heel eventjes een enkele richtlijnen die vanuit de overheid komen. Kwestie van formatief toetsen, evaluaties en zo verder. Nu tijdens pre-teaching aanloop leren, maar ook naar het einde van het schooljaar toe. De bedoeling is van maximaal de resterende tijd onderwijstijd van te maken. Dus voor basisonderwijs betekent dat, of het lager onderwijs, dat er best wordt lesgegeven tot 30 juni. Voor het secundair onderwijs is de richtlijn op dit moment best enkel de laatste week van juni examens organiseren en zorgen dat er voldoende informatie is aan de hand van wat er al geëvalueerd is ervoor en nu formatief kan geëvalueerd worden, zodat er een degelijke beoordeling kan komen en dat ook de tijd naar de onderwijstijd kan gaan en niet naar de examens. De bedoeling is dus dat er formatief wordt getest uit de 3 weken voor de paasvakantie en uit de pre-teaching of aanloop leren. En dat dat dus ook in het voordeel van de leerling kan gebruikt worden. Dus het is niet de bedoeling dat dat echt meetelt, maar wel als het nodig is, dat dat wel als voordeel voor de leerling kan meegenomen worden tijdens de liberaties. Ik heb hier ook de link naar het draaiboek evalueren en attesteren vanuit het departement onderwijs vermeld. Daar wordt nog verder aan gewerkt, dus dat is nog niet af. Onder andere morgen wordt er ook weer met de diverse onderwijspartners aan de tafel gezeten met de minister en wordt daar ook weer over verder gepraat en ook aangevuld. Maar dan heb je toch wel al het linkje mee waar alle informatie gebundeld wordt. Tijdens deze webinar hebben we 4 leerdoelen vooropgesteld. Zichtbaarheid krijgen in digitaal toetsen en evaluatie. Een tweede leerdoel is de verschillende vormen van digitaal toetsen. Dan verwijzen we naar Robert-Jan Simons. Een derde is uiteraard ook de tools meegeven om digitaal te toetsen. Waar kan dat allemaal mee? En als vierde en laatste, en dat zal Inge voor haar rekening nemen, ook een blik op learning analytics. Wat kan dat zijn? Wat kan je allemaal achterliggend zien van gegevens om je cursisten of leerlingen of studenten op te volgen? Ik ga jullie weer heel wat eventjes een poll geven. Ze zit in de presentatie ook in als
quizje, dus je kan ze ook achteraf nog eventjes zelf gaan maken. Maar ik heb hier een aantal vragen ingestopt. Dus toetsing aan het einde van de onderwijstijd levert een student het meeste inzicht op in zijn kennis en vaardigheden. Als je daarmee eens bent, dan mag je ja klikken. Ben je daar niet mee eens? Nee. Een toets die digitaal wordt afgenomen kan alleen maar bestaan uit gesloten vragen. Denk je dat dat ook ja is of niet? Welke tools zijn geschikt om studenten aan zelftoetsing te laten doen? En er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Flashcards, Kahoot, Socrative of Quizlet. En geen probleem als je die namen niet kent. Dat is absoluut niet erg, moest je daar nog niks van weten. We komen daar straks nog op terug. En inderdaad, mijn richtlijnen van er juist zit in je nog even van. Dat is enkel voor Vlaanderen, voor Nederland zijn de andere richtlijnen klopt. Hè. Dus de Vlaamse richtlijnen heb ik eventjes toegelicht. Oké, de mensen die nog niet gestemd hebben, mogen nog heel eventjes stemmen. En dan gaan we verder. Ik zie dat 82% van jullie heeft gestemd. En ik ga het beëindigen en ook met jullie delen. Dus toetsen aan het eind van de onderwijstijd levert de student de meeste inzichten en kennis op. Zo'n 10 mensen zeggen ja en 23 zeggen nee. Ik denk dat het gespreide toetsen een veel beter zicht ook geeft van wat ken ik al, waar ben ik. En dat je naar een eindtoets die wel een overzicht geeft van al het geheel dat ze moeten kennen. Maar zeker mogen we daar niet vergeten dat we beter ook gespreide toetsen of gespreide evaluatie houden. Een toets kan enkel uit gesloten vragen bestaan, digitaal toets. 3 mensen zeggen ja en 30 zeggen nee. Dus het antwoord daar is ook nee. We gaan straks ook heel wat andere toepassingen zien die mogelijk zijn om een digitale toets te gaan afnemen. En aan de tools zie ik dat een vijftiental mensen, hebben aangegeven flashkaarten. De meerderheid geeft Kahoot aan. Flashkaarten gaan we straks ook op ingaan. Maar dat je bijvoorbeeld van die klikklaartjes hebt, Quizlet heeft dat onder andere in zich, maar ook andere tools, dat je een voorzijde hebt en ze klikken en ze krijgen een achterzijde te zien. Kahoot, denk ik dat we dat niet meer moeten uitleggen. Het is een zeer bekende tool om... Ja, quizjes, klassikaal wordt dat heel veel gebruikt. En met een zeer irritant muziekje als je dat veel doet. Maar dat is zeker een mooie tool om zelftoetsing te gaan doen. Socrative is ook een tool om vragenlijstjes te gaan maken. En dat kan zowel op afstand als klassikaal gebruikt worden. En Quizlet is een mix van een aantal soorten oefeningen die je kan openzetten en mensen ook zichzelf kunnen en dan ook zelfverbeterende mogelijkheden. Dus daar komen we straks zeker nog wel eventjes op terug. Nu, we horen heel dikwijls een aantal meningen. Digitaal toetsen of formatief toetsen, dat kan niet voor elk vakdomein. Dat kan bijvoorbeeld niet voor exacte vakken. Dat kan voor allerlei niet-exacte vakken, maar ook zeker voor de exacte vakken. Dus dat kan voor heel veel zaken dienen. Voor praktijkvak is dat natuurlijk alleen maar het theoretische gedeelte. Het praktische gaat digitaal moeilijker. Een andere stelling die we heel dikwijls ook horen, is dat het gokwerk is. Maar ook daar zijn een aantal mogelijkheden om dat toch wel te voorkomen, dat ze niet kunnen gokken, dat daar een cijfer en een scoringpercentage kan aangehangen worden. Met gesloten vragen, zoals er juist al gezegd, er is heel veel andere soorten vragen mogelijk. Ook zelfs open antwoorden, waarbij je zelf antwoorden kan gaan typen. Dus echt gesloten is het niet. Tijdens de toets kunnen studenten op het internet juist antwoorden. Dat kan ook onmogelijk gemaakt worden, afhankelijk van het programma dat je gebruikt. Het gebruik van digitale toetsen levert veel tijdswinst op. Het uitrollen van de toets levert tijdswinst op, maar het maken kost u veel meer tijd, omwille van dat je je vragen moet hebben. Hoe ga ik die maken? Hoe gaan die eruit zien? En zo verder.
Dus de winst zit zeker niet in het maken van uw toets, daar steek je meer tijd in, maar zit wel in het nakijken als je vooraf feedback voorziet en dat ook een persoonlijke feedback voorziet. Dat je vooral bij grotere groepen dus gaat hebben. Is enkel geschikt voor de productieve kennis. Hangt er ook weer van af. Hoe dat jij je vragen opstelt aan een quiz is enkel mogelijk met meer keuzevragen. Dat kan ook veel meer zijn dan meer keuzevragen. Denk maar aan een quiz met een video, een quiz met afbeeldingen en zo verder. Maar ook daar komen we zo dadelijk uitgebreider op terug. Ik heb nog een volgende vraagje voor jullie. Voilà. Hoe ver ga jij met de analyse van jouw toetsen? Ik bekijk het eindresultaat en vergelijk dat met voorgaande jaren. Ofwel, ik bekijk de score. Is dat op afzonderlijke vragen? Ik vergelijk de onderlinge resultaten van klassen. Of ik analyseer helemaal niet. Ook weer heel eventjes tijd om te stemmen. En dan gaan we de stemming stoppen. En eens kijken naar de resultaten. Dus de meeste van jullie, 30 van jullie, zeggen van ik bekijk de scores op afzonderlijke vragen. 3 mensen zeggen van ik vergelijk onderling resultaten van klassen. En 1 iemand zegt van ik analyseer helemaal niet. Ook daar gaan we zo dadelijk op verder gaan. Nu, wat levert het volgens jou op om... als student zichzelf regelmatig op eigen initiatief zou kunnen toetsen. En wat zou een zelfevaluatie... nu bedenk ik mij, ik heb de link niet meegenomen, dus ik moet heel eventjes de link gaan opzoeken. Ondertussen kunnen jullie al kijken naar de vraag en ik ga zo dadelijk de link naar de Mentimeter in de chat zetten, als Mentimeter heel eventjes wil meewerken. Dus je mag surfen naar menti.com. En dan de code is 8782 57. Dus 8782 57. Maar ik zal ze ook nog heel eventjes in de chat zetten. Dus. Menti.com 8782 57. En ik zie dat er een aantal mensen bezig zijn. Dus je krijgt de mogelijkheid om enkele trefwoorden in te geven. 3 trefwoorden. Geef ze onder elkaar in. Dus niet 1 ingeven en dan op enter drukken, want dan is het weg. Dus geef ze onder elkaar in. En dan pas op enter of op de knop klikken, submit, om door te sturen. Dus ik geef jullie ook heel eventjes tijd en dan gaan we zo dadelijk het resultaat zien. Dus wat levert het volgens jou op als student zichzelf regelmatig op eigen initiatief kunnen toetsen? En je kan dus ingeven op menti.com 8782 57.
Oké, ik zie heel wat binnenkomen. We gaan al eens kijken wat er door jullie is ingestuurd. Ik zie het nog constant veranderen, de woordenwolk. Dus, voilà. Ik zie daarin het grootste aan zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfregulatie. En je merkt dat sommige woordjes iets groter staan dan andere. Hoe kleiner ze staan, hoe minder dat ze aan bod gekomen zijn. Maar Mentimeter kan bijvoorbeeld ook geen... als er woordjes van elkaar worden gesplitst. En bijvoorbeeld, ik zie staan motivatie en motivatie voor leerlingen. Zie ik hier onderaan staan. Ja, dan wordt hetzelfde bedoeld. Maar Mentimeter weet uiteraard niet dat dat hetzelfde is. Hè. Ik weet hoe ver leerlingen staan. Beperkte deelname zie ik. Meer inzicht in hun kunnen. Inzicht in hun eigen kunnen. En je ziet dat dat ook weer inzicht voor de leerkracht. Dus ik denk dat we inzicht in eigen vordering, dat we dat ook allemaal weer kunnen clusteren. Bijsturing. Hè. Een heel belangrijke. Hier zit ook eens inzicht in verworven kennis. Dus ik denk dat we het woordje inzicht kunnen meepakken. Dat we zelf... kennis, zelfvertrouwen, zelfreflectie kunnen meenemen. Dat dat toch wel de meest uitspringende woorden zijn. Je merkt ook, Mentimeter zal je ook kunnen gebruiken bij je aanloopleren of pre-teaching. Maar uiteraard, je weet niet, zoals ik nu ook, ik zie dat er 30 mensen, ik zie dat hier onderaan rechts, ik zie 30 mensen hebben geantwoord. Maar ik weet niet wie van jullie heeft geantwoord. Ik weet ook niet... Wie heeft niet geantwoord? Wie heeft er één woord ingediend? Wie heeft er drie ingediend? Dat kan je allemaal niet achterhalen. Hè. Mentimeter is een anonieme tool. Dus die kan je ook gebruiken zonder enige probleem, GDPR-gewijs, dus privacy-gewijs, doordat je geen gegevens verzamelt. Hè. Maar tegenkant is, je kan het wel van bijvoorbeeld gebruiken van geef drie trefwoorden dat je uit deze les hebt onthouden. Maar uiteraard, je kan niet zeggen van leerling X heeft dat geantwoord. Want zover gaat Mentimeter niet. Dan komen we bij de vraagsoorten. Bij een formatieve toets, welke vraagsoorten kunnen er allemaal gebruikt worden om te gaan toetsen? Ik heb het hier allemaal opgesomd. Pin u niet vast op afbeeldingen of wat dan ook. Het is ook niet de bedoeling om hier al direct tools te gaan op te plakken. Daar komen we zo straks bij terug. Maar hier is vooral de bedoeling van welke soorten vragen kunnen er allemaal meegenomen worden in zo'n formatieve toets. En dat dat niet alleen meer keuzevragen zijn. Bijvoorbeeld hier, een voorbeeldje is een aanwijsvraag. Je zou hier bijvoorbeeld perfect kunnen zeggen, duid op de kaart Parijs aan. Maar ook andere vakdomeinen kan zeker ook wel eens bekeken worden welke vragen kan je op deze manier gaan stellen aan leerlingen. Of bijvoorbeeld ook als zij een machine moeten leren voor mensen die een praktijkvak geven en ze moeten de onderdelen van een machine hebben, dat ze op die manier ook die onderdelen leren door op de foto van de onderdelen te gaan klikken bij het juiste onderdeel. Uiteraard, een meerkeuzevraag kan ook en je hebt een enkelvoudige meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is en dat kan steeds gecombineerd worden met audio, met video, met fotomateriaal. Ja, dus die combinatie is daar ook mogelijk. Je ziet dat hier ook bij mijn voorbeeldje. Hier wordt een audiofragment links gezet en de mogelijkheden rechts. Ook daar let je best op dat je consequent bent bij toetsen of bij formatieve evaluaties. Dat je aan de ene kant altijd, hier heb ik het genoemd bron, hè, dus je audio, video, foto, materiaal, je instructie zet en aan de andere kant de mogelijke antwoorden. Uiteraard kan ook een meervoudige meerkeuzevraag gebruikt worden, al dan niet gecombineerd met video, met afbeeldingen, met audiofragmenten. En dan zijn er meerdere antwoorden juist. Daar hebben we bij heel wat tools ook de mogelijkheid om te gaan doorsturen. En dat bedoel ik mee, als je een enkelvoudige of een meervoudige meerkeuzevraag hebt, dat je op basis van het antwoord dat mensen aanduiden, hen kan sturen naar extra oefeningen, of naar extra inhoud, dat je zegt van, ja, ik zie aan dit antwoord echt wel dat het niet begrepen is. Ze moeten terug naar de theorie. Of ik zie dat hier nog extra oefeningen nodig zijn. Ja, als ze dat antwoord kiezen, stuur ik ze door naar extra oefenmateriaal. En als ze dat antwoord kiezen, dan hebben ze het echt wel begrepen en mogen ze van mij naar het volgende stukje gaan. Dus dat is ook een mogelijkheid bij heel veel tools, dat je
niet zuiver je meerkeuzevraag en je antwoord, maar dat je op basis van het antwoord dat ze kiezen, hen gaat sturen. En meestal noemt dat dan een beslisboom of een meerkeuzeconnectie en dat je hen verder doorstuurt naar al dan niet nieuwe leerstof of herhaling. Een sleepvraag. Woordjes slepen naar de juiste plaatsen. Hier in het hoofd, dat ze de juiste plakkertjes of etiketjes zetten. Sleep de botten naar de goede plek in het skelet of dergelijke meer. Zijn mogelijke vragen. Uiteraard, invulvragen zijn ook mogelijk. Of gaat de tekst, zoals in sommige toetsmodules noemt. Ook daar zijn weer verschillende mogelijkheden. Het schermje dat je hier ziet zijn typoefeningen. Maar je hebt ook sleepoefeningen, de variant erin. Je hebt ook dikwijls een keuzemenu. En dat men uit verschillende woordjes dat jij hebt vooraf bepaald, dat men moet kiezen. Dan kan je heel goed ook kijken van, ja, afhankelijk van de keuze dat jij zelf instelt, ja, dat zij het moeilijker of minder moeilijk maken. Ook voorkom je zo heel veel gemaakte schrijffouten als je kiest uit een keuzelijstje of uit een sleepoefening. Ja, maar zorg er dan voor dat er ook alternatieve antwoorden zijn, die uiteraard niet juist zijn, maar die dicht aanleunen bij je onderwerp. Een open vraag kan uiteraard ook, of een essay, waarbij dat er stukjes tekst moeten geschreven worden. Uiteraard, dat kan nooit automatisch verbeterd worden of in mindere mate. En dan zal je dus wel zelf nog moeten nakijken van, is dit juist of is dit toch wel helemaal fout en moet ik daar ingrijpen. Ja. Een open vraag kan een systeem niet volledig corrigeren. Een juist niet waar vraag kan even uiteraard ook een variant op de meerkeuzevragen zijn mogelijkheden. Een rangordevraag zet in de juiste volgorde. Je hebt bijvoorbeeld een video laten zien. Ze moeten zeggen welk stappenplannetje er gevolgd is. Wat kwam er eerst in de video, wat vervolgens en zo verder. Dus op die manier kan je ook een soort van samenvatting aan het einde maken. En dat kan zowel afhankelijk van de tool dat je kiest, met tekst, met afbeeldingen zijn. Dan heb je numerieke vragen. En numerieke vragen hangt er een beetje vanaf welke tool dat je gaat kiezen. Maar de meeste tools, dan ga je zelf je getallen moeten ingeven. En daar bedoel ik mee, dan ga je zelf 2 plus 2, 3 plus 2 en zo verder ingeven om nu een heel makkelijke oefening te maken. Maar er zijn ook tools bij waar dat je dat kan zelf ingeven. Dat er moet gekozen worden uit een bepaalde range. En dat die oefeningsjes als leerling 1... aanmeldt, andere oefeningen zal krijgen als leerling 2 en als leerling 3, doordat jij gezegd hebt, tussen die getallen moet er dat soort oefeningen gemaakt worden voor elke leerling. En dan noemen ze werken met variabelen. En dan zien we toch ook wel dat meer en meer tools daar op gaan werken, zodanig dat het voor jullie makkelijker is, dat je niet elke oefening apart moet gaan intypen, maar dat je kan zeggen van, ik maak 10 oefeningen en ze moeten er zo uitzien en tool X kies maar uit die getalletjes of uit die range om oefeningen te gaan maken voor elke leerling. Een matchingvraag kan ook. Sleepoefeningen, wat hoort er bij elkaar? Welk verband zie je? Dat kan zowel textueel, zoals hier het voorbeeldje, maar dat kan ook in vele gevallen met afbeeldingen zijn. Ja, dat je afbeeldingen bij elkaar moet brengen die bij elkaar horen. Dat zijn een beetje de mogelijke vraagsoorten die kunnen aan bod komen bij een formatieve toets. Nu, ja, dan komen we bij de tools uit. En er is heel veel tools. Het is heel dikwijls heel moeilijk om te zeggen van ja, welke tool is waarvoor geschikt. En vandaar dat wij een lijstje zelf hanteren als wij tools kiezen. En binnen Toonuit hanteren we het volgende. Het eerste wat we gaan kijken is, ja, in welke talen is een tool op zich beschikbaar? Hè? Welke talen moet ik als leerkracht weten? Hè? Is dat een Engelstalige tool? Maar kan ik daar perfect Nederlandse oefeningen maken? En voel je jezelf goed bij een Engelse tool? Ja, oké. Maar anders ga je op zoek naar een Nederlandse tool. Ook belangrijk is het een commerciële tool of een open source tool? En nu, zeker in coronatijden, is dat een heel belangrijk. In die zin, heel veel commerciële tools zijn tijdelijk gratis. Hè, tot 30 juni, andere tot eind augustus. Maar als je nu dingen gaat ontwikkelen en dingen gaat maken, hè, ik heb daar straks gezegd, als je een formatieve toets gaat maken, steek je heel veel tijd in het maken van je toets en minder in het verbeteren.
Maar ja, als je nu de tijd daarin steekt, denk ik dat het ook wel logisch is dat je die volgend jaar, als alles terug in normale situatie is, dat je die toch wel opnieuw kan gebruiken. Ja. Dus kijk dan ook, als je nu een tool kiest om mee te starten, als dat een commerciële tool is, dat je ook weet van, ja, als ik dat volgend jaar wil blijven gebruiken, moet ik rekening houden met die kostprijs. Ja, ook al is hem nu gratis. Kies je voor een open source tool, ja, die is nu gratis, die zal ook in de toekomst gratis blijven. En dan heb je minder daar rekening mee te houden. Dus die kostprijs heb ik al genoemd. Dan is er een installatie nodig. Moet je iets installeren op je computer of is het gewoon online te gebruiken? Is het compatibel SCORM, Think en LTI? Ik ga daar nu niet te veel over zeggen, maar hoe ga je kunnen zien wat leerlingen doen of niet kunnen zien wat leerlingen doen? Wil je dat allemaal checken of niet? Is daar een belangrijke vraag bij? Welke integraties zijn er in de leeromgeving? In de leeromgeving, daar bedoelen we mee SmartCom, Moodle, Canvas, Google Classroom en zo verder. Kan ik het daarin hangen of moet ik daar echt wel ingrepen doen om dat daar te kunnen in gebruiken? Dat is ook een belangrijke. Welke oefeningentypes? Is dat bijvoorbeeld één tool met één oefeningentype of kan ik er daar verschillende in gaan zetten? Hoe is die leercurve voor jou als leraar, maar ook voor de leerlingen? Is het eenvoudig? Moeten zij gewoon naar uw leeromgeving gaan en vinden ze het daar? Of moeten zij nog inloggen? En als zij moeten inloggen, heb je eigenlijk ook toestemming nodig. Want dan worden de gegevens van de leerlingen verwerkt. En dan moet je toestemming hebben. Zijn ze min 18, moet je toestemming hebben van de ouders. Zijn ze plus 18, dan is het zo dat je toestemming moet van de leerlingen zelf. Geraak je gemaakte oefeningen of toetsen kwijt wanneer je bijvoorbeeld een commerciële tool die nu gratis later niet koopt? Ik vermoedelijk wel dat je die kwijtgeraakt, afhankelijk van de tool zelf, hoe dat die opgebouwd is. Maar bij de meeste tools is het, als je geen account hebt, dat je ze inderdaad kwijt bent. Als je dus niet meer betaalt, dat je account na x aantal tijd weggaat. En dan zijn ook je oefeningen weg. Dus dat is toch wel iets om mee te nemen als je kiest voor een bepaalde tool. In ons lijstje staat ook, kan je rich media gebruiken? Kan je video, kan je audio, kan je foto's gebruiken bij je digitale oefeningen? Want dat is toch een verrijkend element dat je kan toevoegen naar leerlingen toe, dat daar eens een video bij komt of een foto bij komt. Maar let ook op, het moet wel een meerwaarde hebben. We gaan geen foto of video bijvoegen om er eentje bij te voegen. We gaan het wel gebruiken als het echt een meerwaarde is. En ook een belangrijke, is er eventueel een demo waar we eens kunnen naar kijken? Of moet je direct, als je dan commercieel vooral gaat kijken, moet ik direct een account aanmaken? En hoe zit dat met bijvoorbeeld ook, vervalt die account na 30 juni? Of wordt dat automatisch een abonnement op die manier? Ook iets om zeker na te kijken. En vooral ook is de tool nog in ontwikkeling. Er zijn heel veel tools, we gaan er zo dadelijk nog dieper op ingaan. Maar ook in heel veel tools die niet meer ondersteund worden, die eigenlijk oude tools zijn. Dus ook daar let je best op en ga je ook best kijken van, gebeurt daar nog wel iets met die tool? Daar ook belangrijk is, nooit een tool om een tool. Ik heb hier het TPEC-model bijgehaald, waarbij dat we vertrekken van het gele, de pedagogische kennis, en de vakinhouden, de blauwe kennis. En we gaan daar ICT toevoegen. Maar je gaat alleen maar ICT toevoegen als dat een meerwaarde heeft. En we gaan eerst kijken naar onze doelen en onze leerinhouden vooraleer dat we gaan kijken naar een tool. Je gaat niet je tool zodanig kiezen en dan proberen je leerdoel zodanig te hervormen om het toch maar in die tool te krijgen. Nee, we vertrekken vanuit onze leerinhouden, onze vakinhouden, om dan te kijken welke tool dat we kunnen gebruiken. En om jullie daarbij te helpen, hebben we een menukaart ontwikkeld die vier soorten leerdoelen omkadert. Je kan die ook downloaden als PDF als je die wil printen. Het is wel op A3-formaat gemaakt om het leesbaar te houden. Dus hou er rekening mee als je hem af wilt printen dat het op A3-formaat is, want A4 gaat superklein zijn. We hebben de doelen opgedeeld in feitelijke kennis. Als je naar onder scrolt, ga je merken dat we begripsmatige kennis, dat we cognitieve vaardigheden hebben, dat we praktische vaardigheden hebben en sociale vaardigheden en beroepshouding. Hoe zit het in elkaar?
Ik ga even uitleggen aan de hand van feitelijke kennis. We hebben hierboven een aantal kolommetjes. En de eerste is feitelijke kennis, is het leerdoel. Dan gaan we kijken welke werkvorm wil ik gebruiken. School op afstand. Nu, coronatijden, zal het vooral het kolommetje afstand zijn die belangrijk is. Voor de mensen die terug hopelijk op 15 of 18 mei aan de slag gaan, kunnen ook al eens kijken naar het eerste kolommetje. De andere is het vooral in het tweede. In tijd, wanneer ga ik het synchroon aanbieden of asynchroon? Synchroon is voor elke leerling op hetzelfde moment gaan openzetten en laten doorlopen. Asynchroon is, ze kunnen het op eigen tijd, eigen tempo doorlopen, maar hou er wel rekening mee, zet er wel een deadline op. Hè? Als je geen deadline gaat hanteren, ja, dan is de kans ook heel groot dat ze het niet gaan doen of misschien net terug voordat de scholen open gaan doen. Interactie, ga je persoonlijke interactie hebben of ga je digitaal doen? Persoonlijk is face-to-face bijvoorbeeld, of ga je een digitale met een bepaalde tool gebruiken? Gaat het individueel of groep of grotere groep zijn? En dan het middel. En uiteindelijk kom je bij een aantal voorbeeldtools. Dit is zeker geen definitieve lijst. Dat is ook niet de bedoeling geweest om daar een definitieve lijst neer te zetten. We hebben enkele voorbeelden aangereikt. En op sommige voorbeelden zal je ook merken dat daar linkjes zitten, handjes zijn. Dat betekent van als je daarop klikt, dat je gaat naar een stappenplan, een handleiding om met die tool aan de slag te gaan. Ja? Zoals bijvoorbeeld hier Screencast-O-Matic is om je scherm op te nemen, dan ga je naar een stappenplan van Screencast-O-Matic. Maar op die manier proberen we een overzicht te geven van tools die handig kunnen zijn. En dat gaat niet alleen over het formatief toetsen, maar dit gaat veel ruimer. Hulpmiddelen voor de formatief toetsen hebben we hier ook geprobeerd om een aantal voorbeelden te geven, maar ook dat is zeker niet volledig. Dat is ook niet de bedoeling van ons. De bedoeling is om een beetje te triggeren en om jullie voorbeelden aan te reiken en dat je dan zelf kan kijken van ik werk met die tool, die is ook daarvoor geschikt. Eerst en vooral via de meeste leeromgevingen, dus Smart School, Moodle, Canvas, Google Classroom, kan je toetsen. Die hebben dat in zich om professionele toetsen te maken. En sommigen werken ook met een vragenpool. En die vragenpool is dus dat je gaat hebben dat zij kunnen putten, dat dat eigenlijk over een vak of over het school heen is, dat jij kan kijken van welke collega heeft al vragen voor dat vak gemaakt en kan daar ook die vragen hergebruiken. Ja? Niet elke leeromgeving heeft dat, maar sommigen hebben dat wel, wat dat ook weer de werkdruk naar beneden kan halen. Een andere tool, er straks ook al genoemd, is Socrative. Socrative is een soort student response systeem waar dat je eenvoudig vragen kunt sturen naar leerlingen. En die dat zij dus op tablets, op smartphones, op computer kunnen beantwoorden. Jij krijgt daar ook resultaten van terug. En zij krijgen een code om in uw Socrative aan de slag te gaan. Een ander iets is via Google formulier voor Office 365 formulier, afhankelijk van welke keuze de school maakt. Sommige scholen zeggen van wij gebruiken Google, andere gebruiken Office 365. Daar in beide zitten formulieren in. In beide kan je toetsen opstellen. Maar afhankelijk van of je Google of Office 365 hebt, zitten er ook nog verbeterde mogelijkheden in. Uiteraard, bij beide systemen kan je foto's en filmpjes toevoegen. Bij Google heb je toetsmogelijkheden binnen Google formulieren. We hebben ook een linkje voorzien met een handleiding hoe je dat kan doen. En je hebt ook eventueel de extra plugin, Flubaro, waardoor dat je een klasrapport kan genereren en dat je ook kan zien van mijn klas struikelt over die en die vragen, dan zijn die oranje gekleurd. Je kan daar ook feedback sturen naar, dus persoonlijke feedback. Bij de Google toetsmodules zijn op voorhand dat jij de feedback hebt geprogrammeerd. Bij Flubaro is het zo dat jij nog textueel feedback kan toevoegen en die via mail of een Google documentje kan bezorgen aan de leerlingen. Dus er zit een beetje verschil op. Een andere tool is BookWidgets. Die kan nu tijdelijk gratis gebruikt worden via SmartSchool tot einde van het schooljaar. Maar dat is dus een tool waar je rekening houdt dat je volgend schooljaar 50 euro licentie per leraar hebt. En ook een kostprijs om het gebruik van SmartSchool. Ik ben even kwijt hoeveel dat het is.
ik denk 1 of 2 euro dat erbij komt om boekweektijd te gebruiken binnen het Smart Goal gegeven. Dus dat is ook een tool die heel veel digitale oefeningen kan meemaken. En je kan er ook dus toetsen mee aanmaken. Een andere tool is H5P. H5P is een Noorse tool, is een gratis tool. En daar kan je van alle digitale oefeningen en digitale toetsen mee gaan maken. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een interactieve video die daar populair is, waarbij dat je een video hebt, die video wordt gekeken, op een gegeven moment wordt daar gestopt, een invuloefening komt tevoorschijn, die wordt ingevuld, men gaat op basis van de resultaten verder of terug moeten kijken. Daar kan bijvoorbeeld ook een soort van slideshow mee gemaakt worden met H5P, met oefeningen tussen, een beetje PowerPoint-achtig iets. Er zijn heel veel mogelijkheden mee. Afhankelijk van de leeromgeving kan je de resultaten al dan niet zien. Helaas is er geen koppeling tussen H5P en Smart School. H5P gebruikt een nieuwere technologie die niet aanwezig is in Smart School, dus je kan geen resultaten zien binnen Smart School. Gebruik je bijvoorbeeld Moodle, gebruik je Canvas, is dat wel mogelijk. Op Vlaams niveau wordt de tool door ons aangeboden op een server en kan je daar wel zelf mee aan de slag gaan. Een andere tool die ook door ons wordt aangeboden in Vlaanderen voor alle leraren is Xerte. Xerte is een auteurstool, dus dat is een verschil. De vorige tools waren vooral digitale oefeningen. Bookwidgets, H5P, zijn verschillende oefeningen. Xerte kan je eigenlijk een module maken. En een module kan bestaan uit teksten, uit een combinatie van tekst met afbeeldingen, met video, met oefeningen in. Dus je maakt eigenlijk een module die dat leerlingen zelfstandig gaan doornemen voor x aantal tijd. En daar zitten dan de interactieve oefeningen, zoals quizzen, zoals die aanwijsoefeningen, zoals invuloefeningen en zo verder in. Leerlingen kunnen die doornemen op smartphone, op tablet, op computer. Alles is daarbij mogelijk. En afhankelijk ook van leeromgeving is het ook mogelijk om resultaten te zien. In sommige leeromgevingen is dat rechtstreeks. Bijvoorbeeld in Smart School kan dat niet rechtstreeks, maar kan je wel een resultatenpagina genereren waarbij dat je ziet, op die oefening heeft leerling X zoveel gescoord, 3 juiste, 4 foute antwoord bijvoorbeeld. Welke fouten heeft hij gemaakt? En kan je op die manier ook weer remediering gaan doen. Die resultatenpagina kunnen zij opladen in bijvoorbeeld de uploadzone van Smart School. En dan heb je een heel mooi overzicht van elke leerling aan zich. Dus op die manier kan je aan de slag gaan en heb je ook het cijfergegeven mee. Gebruik je bijvoorbeeld Moodle als leeromgeving, Canvas, dan kan je dat automatisch zien en moet je niet de resultatenpagina aan zich nog laten uploaden. Dat is een beetje afhankelijk van de leeromgeving. We hebben hier nog een filmpje, ik ga het niet afspelen, je kan het later wel eens bekijken, met 7 strategieën om formatief te toetsen. Bijvoorbeeld het gebruik van het forum in een leeromgeving kan ook perfect voor formatieve toets gebruikt worden. Maar wegens tijdsgebrek, want ik zie dat ik al serieus aan het uitlopen ben, ga ik dat nu niet meer laten afspelen. Uiteraard kan je ook rubrics gebruiken bij formatief toetsen. Dat is een zeer mooi instrument om te gaan evalueren. En Josephine heeft daarvoor een rubric for one gemaakt. Je ziet daar ook het schermafdrukje nu. Je kan dat lezen, hoe dat zij tot die methode is gekomen en ook het schabloon. Dus de leerling vult in, zo kan ik groeien. Jij hebt het leerdoel ingevuld en dit ken ik al heel goed. Dus ook een manier van zelf-evalueren. Ook Saskia binnen Schoolmakers heeft daar een heel artikel geschreven hoe dat je met rubrics zelf aan de slag kan gaan. Een heel stappenplan van hoe pak ik dat aan met heel veel adviezen. Dus ik ga er nu ook niet meer op doorklikken omwille van de tijd. Maar dan heb je wel de linken achteraf in de presentatie. En dan geef ik nu graag het woord aan Inge. En ik ga jou ook de controle geven, Inge. Ja, dankjewel, Katrien. Duidelijk verhaal. Normaal heb jij nu de controle. Oké. Okay. Kun jij dadelijk ook de poll openzetten? Ja, de eerste. Ja, de eerste, graag. Ik ga met jullie iets verder in Learning Analytics duiken. Waarbij we gewoon even gaan kijken, heel globaal, wat is het? En wat kun je ermee en wat voorbeelden laten zien? We gaan
voor degene die de poll niet kan zien, de vraag is, wie van jullie gebruikt er wel eens Learning Analytics of Dashboards? En de antwoorden die gegeven kunnen worden zijn dagelijks, regelmatig, soms en nooit. Nou, bijna iedereen heeft gestemd. De meeste gebruiken het eigenlijk nooit. En sommige soms. Ik ga dadelijk de een en ander laten zien. En misschien dat je dan denkt, oh, ik gebruik het misschien toch wel eens. Maar ik heb nooit gedacht dat dat Learning Analytics zijn. Nou, wat zijn Learning Analytics? In Nederland heb je Kennisnet en die heeft daar hele interessante informatie over. En ook een soort van een doelstelling of een begripsomschrijving gemaakt. Maar Learning Analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving. Om zo het onderwijs en de omgeving waarin het onderwijs plaatsvindt te begrijpen en te verbeteren. Learning Analytics lijkt een grote belofte te zijn voor de voor het onderwijs. Het gaat dus ook over Learning Analytics, in dit geval over het onderwijs. Nu denk je vaak bij Learning Analytics aan Learning Analytics en resultaten van je studenten. Van hoe doen mijn studenten het? Wat hebben ze goed, wat hebben ze niet goed? Wat is het gemiddelde van de groep? En dat soort zaken. Met name gericht op de resultaten. Maar eigenlijk moet je met die Learning Analytics kun je veel breder denken. Want als je dat gaat verzamelen, verzamel je zoveel meer dan alleen maar de resultaten van een student. Je verzamelt ook wanneer is die gestart, wanneer is die gestopt. Hoe lang zit hij in een leeromgeving? Bekijkt hij alle leerstof? Heeft hij een video helemaal afgekeken of kijkt hij alleen maar het begin? Dus er is heel veel meer informatie. Je verzamelt enorm veel informatie. Dat noemen ze dan ook big data, waar je uit die analytics weer uit kunt halen. Dan kun je dat specifiek in de klas gebruiken als docent of als student zelf om te kijken van goh, wat zijn nu mijn resultaten in verhouding tot de anderen bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook veel hoger trekken nog. Je kunt het ook op managementniveau gebruiken. Hoe doet onze school het ten opzichte van andere scholen op een specifiek vak of overal alle vakken? Of is daar verschil in tussen provincies? Op het moment dat je dat, al die informatie hebt, kun je die informatie ook gaan gebruiken om daar informatie uit te halen. En een ander idee waar je aan moet denken als je Learning Analytics gebruikt, is dat je ook de kwaliteit van je onderwijs kunt gaan verbeteren door bijvoorbeeld, en dan bedoel ik met name bijvoorbeeld online modules, te kijken van, hey, die vraag heeft iedereen fout, dan is er misschien iets met die vraag. Of er wordt niet voldoende aandacht aan besteed in de klas. En dan ga je aan de slag met je kwaliteitsverbetering. Nog een voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een video en die video die stopt, iedereen stopt daar na 1 minuut. Dan is er dus iets aan de hand. Of het is niet interessant, of het is die video, daar gaat iets niet goed. En zo kun je er allerlei informatie uithalen, en dat noem je ook Learning Analytics, die je de kwaliteit kunnen verbeteren. Dus het gaat niet alleen om de resultaten, maar ook om kwaliteit en ander managementinformatie. Ik had het net al over Kennisnet. Ik heb er een video in gestopt. Die ga ik nu niet laten zien. Jullie krijgen dit leerobject ook, dus dan kunnen jullie die video later even bekijken. Maar als je die video bekijkt, dan is het wel interessant om jezelf eens af te vragen of je Learning Analytics ook in jouw onderwijs wel zou willen gebruiken. En ik heb hier nog een poll. Katrien, als je die open wil zetten. Het blijft lastig. Blijft lastig met 2 in muisbedienen. Ja. De poll staat open. Ja, dankjewel. Voor degenen die het niet kunnen, de poll niet kunnen bekijken. Waar gebruik je Learning Analytics voor? En er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Gebruik je het voor resultaten van een instaptoets van mijn leerlingen studenten? Of bekijk welke leerlingen studenten het meeste risico lopen om uit te vallen? Of ter voorbereiding op flipped classroom, kennischeck. Of online activiteit, aanwezigheid van de student-leerling. Studenten feedback geven waar ze staan ten opzichte van de groep, de norm. Inzicht krijgen in de kwaliteit van de aangeboden leerstof.
inzicht krijgen in wat er nog aan leerstof ontwikkeld moet worden en anders. Nou, er wordt al flink gestemd. Mooi is dat op alle vormen wordt er wel worden learning analytics door jullie gebruikt. Nou, nog niet iedereen heeft gestemd, maar we gaan toch verder kijken. Dan zie je dat inzicht krijgen in de kwaliteit van de aangeboden leerstof, dat eigenlijk het hoogste scoort. En dat is eigenlijk wel grappig, omdat meestal scoort het hoogste kijken wat mijn studenten hebben gedaan. Dus dit is heel goed dat jullie ook verder kijken, zeg maar, en dat je gaat kijken naar de kwaliteit van de leerstof. Een tweede die ook hoog scoort is inzicht krijgen in wat er nog aan leerstof ontwikkeld moet worden. Want op het moment dat je natuurlijk weet dat bepaalde gaten, hiaten er zijn, dan kun je daar weer leerstof voor ontwikkelen. En dat geldt zowel voor online als voor offline. Nou, dus er zijn verschillende soorten learning analytics. En dan ga ik aan de hand van dit grafiekje even met jullie doornemen. Er zijn verschillende levels van learning analytics en ook de acties die eruit komen, die zijn dan weer anders. En dat doe ik even aan de hand van een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld, je gaat de tafels oefenen. Dit is dan even een voorbeeld van de lagere school. Je gaat de tafels oefenen, dan heb je het beschrijvende learning analytics. Eigenlijk ga je dan beschrijven van wat gebeurt er. Dus welke fouten worden er gemaakt, wie maakt die fouten, dat soort dingen. Vervolgens is het besluit erop, wat ga je ermee doen, dat is iets wat jij doet als docent. En vervolgens krijg je een actie en gaat het helemaal weer overnieuw beginnen. De volgende level is eigenlijk diagnostisch aan de slag gaan met learning analytics. Bijvoorbeeld, je gaat uitzoeken waarom is dit gebeurd. En dan kom je erachter dat bijvoorbeeld met hoofdrekenen, je leerlingen de tafels eigenlijk nog niet kennen. En dus de diagnose is dat je eigenlijk die tafels moet gaan oefenen. Nou, dan heb je de voorspellende. Dan kun je aan de hand van verschillende toetjes, waarin dus ook leerlingen die tafels moeten kennen, voorspellen dat ze straks het hoofdrekenen veel minder snel gaan doen, omdat ze die tafels nog niet beheersen. En dan tenslotte kun je dat ook, je hebt dus die toetsen gedaan, vervolgens komt daar in de learning analytics uit van hey, dit gaat fout met deze student. En dan kun je al automatisch modules geven aan die student om die tafels weer verder te gaan beheersen. En dat kan door het toedoen van een docent die vervolgens zelf bepaalt van wat er gaat gebeuren. Maar dit kun je ook helemaal automatisch gaan doen. En natuurlijk bij dat automatische, als docent, ik ben zelf ook docent, dan moet je wel even slikken. Want je wil er toch graag eigenlijk ook wel wat invloed op hebben. Maar bij sommige onderwerpen leent het zich heel goed voor om dat ook helemaal automatisch te doen. Ik weet niet of jullie dit kennen. Dit is een uitspraak. Het wordt gezegd dat dit van Mark Twain is, maar hij is waarschijnlijk van een Benjamin Disraeli. There are three kinds of lies. Lies, damn lies en statistics. En wat ik hier eigenlijk mee bedoel, is dat je als je met statistieken gaat werken, en vooral als je zelf ook dingen met elkaar gaat vergelijken, moet je wel heel erg opletten dat je de goede dingen met elkaar vergelijkt. Ik ga hier even een voorbeeldje van geven. Dit is een voorbeeld van een Don McMillian, dat is een comediant die eigenlijk bedrijfsvoorlichtingen geeft. Maar hij doet het altijd over het onderwerp big data, statistics. En hij heeft op YouTube wat voorbeelden staan en die heb ik hier overgenomen. Dit is de vraag over chips versus zoutstengels. 3 op de 1000 mensen gaf aan dat ze zich verslikt hebben in aardappelchips. Dus gewone chipsjes, zeg maar. 1 op de 1000 van de mensen gaf aan dat ze zich verslikt hebben in een zoutstengel. Dus op basis van deze statistieken kun je zeggen dat zoutstengels 3 keer veiliger zijn dan aardappelchips.
Hij had nog een voorbeeld. De kans om Alzheimer te krijgen bij een leeftijd van 85 is 1 op 10. De gemiddelde roker wordt 66 jaar oud. Dus roken verkleint de kans op het krijgen van Alzheimer. Nou, je begrijpt al, dit is klinkklare onzin, omdat ik twee dingen met elkaar vergelijk die ik eigenlijk helemaal niet met elkaar kan vergelijken. Dus je moet wel altijd heel goed na blijven denken. En dat is ook het moeilijke van Learning Analytics. Het verzamelen is niet moeilijk. En al die gegevens kun je allemaal heel netjes in databases krijgen. En je kunt alles meten wat je wil. Maar vervolgens, wat doe je er dan mee? Dat is wel een lastige stap. En daar moet je dus altijd ook heel goed over nadenken. Dan hebben we wat tools om een dashboard te creëren. Ik heb hier een link in zitten naar 30-gradig dashboards schablonen. Daar kun je eens rondkijken als je dit interessant vindt. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon doen in Excel. En ik weet niet hoe handig jullie zijn met Excel. Maar hier staat een linkje en dat is naar een YouTube-video waarin ze uitleggen hoe je dat met Excel kan doen. Het nadeel is natuurlijk dat je dan alles handmatig moet gaan invullen. Het voordeel is dat je hele mooie overzichten krijgt van de gegevens. Nou heb ik er even één tool uitgepakt waarin dat ook heel goed kan. Dat is Xerte. Er zijn natuurlijk veel meer tools waarin dit kan. Maar ik heb Xerte er even uitgepakt omdat je hier zowel Learning Analytics, dashboards als adaptief leren mee kan doen. En ik wil die voorbeelden even laten zien. En Katrien zei net dat Xerte gratis gebruikt kan worden door docenten in Vlaanderen. In Nederland kan dat helaas niet. Maar Xerte is wel een open source tool. En betekent dat je deze gratis kunt aanschaffen. Dus als je een eigen server hebt die wel toegankelijk is van buitenaf, dan kun je Xerte opzetten en kun je Xerte gebruiken. Dus je hoeft daar geen licenties voor te betalen. In Xerte kun je een dashboard krijgen aan de hand van de modules die hier doorlopen zijn. In dit geval heb ik even een voorbeeld. Dit is zo'n een module. En die module, je ziet dan precies op welke dag zo'n module gedaan is. Maar vervolgens zie je hieronder ook wat kengetallen vanuit deze module. Dus in dit geval zijn het 11 studenten die hem gedaan heeft. Het zijn 3299 interacties. En dat betekent starten, stoppen, invullen, het goede antwoord, foute antwoord. Dat zijn allemaal interacties. En de gemiddelde score is een 6,8. En hieronder zie je dan, dit is een student die hem heeft ingevuld. En deze eerste student heeft bijna alle vragen goed, behalve vraag 1.7. En hij heeft niet alles afgemaakt, dus mogelijk heeft hij deze vraag niet ingevuld. En die tweede student heeft alles goed. Dus zo kun je, krijg je, als je hier naar kijkt, al gelijk een overzicht van je groep. Hoe staan ze ervoor? Stel dat je dit gebruikt bijvoorbeeld voor Flipped Classroom, waar je het heel goed voor kunt gebruiken. Dan heb je van tevoren al een idee. Oké, die leerstof hoef ik eigenlijk minder aandacht te geven en die leerstof juist wel in de klas. Dan kun je doorklikken op zo'n specifieke vraag. Bijvoorbeeld die vraag 1.7 die fout gemaakt was door die ene student. En dan kun je dus gemiddeld zien hoe die vraag gemaakt is. In dit geval is het een vraag die bestaat uit twee antwoorden. En je ziet dat de meesten dit antwoord hebben gegeven. En de meesten hebben het fout en een kleinere groep heeft het goed. Dus je kunt helemaal dieper inzoomen op de vraag zelf. Maar je kunt ook inzoomen op de deelnemer zelf. En zo kan je bijvoorbeeld, ik ga hier naar deze deelnemer, hè, die heeft deze vragen gemaakt. En als ik daarop klik, dan zie ik hieronder de gegevens van de specifieke antwoorden die de persoon gegeven heeft op die vraag. En dit is ook die resultatenpagina waar Katrien het net over had. Die je dan eventueel in Smart School of in andere leeromgevingen kunt plaatsen. Die kun je ook, een PDF kun je uitprinten. En zo kun je dus steeds dieper inzoomen op de gegevens. Nu kun je het ook voor een docent. Nou is dit zit niet standaard in Xerte. Dit is een maatwerk dashboard, maar ik wil het even als voorbeeld erin laten zien. Het was een organisatie die wilde heel graag video learnings doen. Die hadden eigenlijk alleen maar video's. En dan zie je hier de video en bij de video zie je hier drie vragen. En dan zie je bijvoorbeeld dat de video het eerste stukje goed bekeken wordt, maar daarna niet. Nou, dan zou je kunnen afvragen, wat is hier aan de hand?
Maar je ziet ook dat de vragen redelijk goed beantwoord worden. Dus kennelijk is het informatie die al redelijk bekend is. Dus zo kun je informatie ook halen uit de specifieke dingen die je hebt binnen jouw onderwijs. Dan ga ik even, dit waren de dashboarden. Wat je ook kunt doen is de dashboarden die, automatisch in Xetra zitten. Dus waar kun je niks aan veranderen. Maar deze dashboard, die kun je wel zelf als docent ook erin zetten. Dus ik kan gaan vragen, wat is de totale score van dat hele leerobject? En die haal ik dan hierop en dan zie ik dus hoe het gemaakt is door deze groep. Een aantal deelnames zijn 5 en dit is de score. En je kunt ook een specifieke vraag eruit halen. Nou, dit is dan weer een heel ander voorbeeld. Hier heb je een lijndiagram in plaats van een staafdiagram. In dit geval is het een, niet alleen voor mij als docent, maar ook als student. Want mijn score, die wordt hier ook genoemd, deze vragen zijn, is 50%. Ik kan hier het gemiddelde zien van de rest. En het is door 14 mensen ingevuld. En het gemiddelde, het hoogste score zit ergens hier. Nou, ik zit dus boven gemiddeld, want ik zit op 50%. Maar op basis van deze score krijg ik al een suggestie van wat ik moet gaan doen. Dus op basis van die scores en die analytics ga ik nu rechtstreeks naar de module die mij aangeraden wordt. Iemand die heel slecht scoort op deze module, die krijgt een andere suggestie dan iemand die gemiddeld scoort of iemand die juist heel goed scoort. En zo kun je ook met meer werk, extra uitleggen, opnieuw nog een keer oefenen. Dat kun je hier allemaal aanhangen. En dit kunnen de docenten zelf doen binnen Xetra. Dan hebben we nog een laatste voorbeeldje. Dit is op basis van een vragenlijst waar je niet goed fout moet antwoorden, maar waar je meer een gevoel vraagt van je leerlingen. Dus hoe goed ben jij met video? Dit was toevallig een lijst voor docenten. Hoe goed ben je met video? Hoe goed ben je met afbeeldingen? Hoe goed ben je met audio in online leren? En dan zie je dat als je kijkt hier naar video, dan is mijn score 33,3%. Het aantal deelnemers is 3. Dit is het gemiddelde en gebaseerd op deze vraag. Dus het is eigenlijk een soort instaptoetje van wat weet je al, wat kan je al. Word ik verder gelinkt naar de volgende module die ik kan gaan doen. Waarschijnlijk hebben jullie je dit al afgevraagd. Hoe zit dat dan met de privacy? Dat is natuurlijk een heel erg belangrijk onderwerp. Wat je altijd, als je hiermee aan de slag gaat, mee moet nemen in je voorbereidingen. Als je zelf aan de slag gaat met analytics en je gaat zelf van je studenten dit soort gegevens trekken, zul je dus altijd moeten regelen dat dat ook mag. En ook als je andere tools hebt waar analytics in toegepast worden automatisch, zul je ook altijd zelf even moeten denken of je organisatie moet dat doen. Wat willen wij dan met die privacy? Want bijvoorbeeld in Xetra kun je instellen dat je iemand zijn naam ziet. Of je kunt instellen dat iemand zijn e-mail ziet. Maar je kunt ook instellen dat je alleen maar een code ziet, waardoor je helemaal niet weet wie het is. Hè? Dat je het anonimiseert. En dan moet je dus wel beslissen als organisatie van hoe willen wij dat gaan doen. Dus privacy en ethiek zijn natuurlijk vraagstukken. Het duurt veel te lang om daar nu op in te gaan. Maar die je zeker zult mee moeten nemen als je aan de slag gaat met learning analytics. En dan wil ik sluiten met deze quote. Die is van George Kouros. Technology will not replace great teachers, but technology in the hand of great teachers can be transformational. Katrien, ik kan het weer overgeven naar jou. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Maar. Ik zag één vraag. Kunnen jullie tools aanraden waarbij leerlingen niet kunnen spieken? Dus ja, als je dus met Learning Analytics of hetgeen wat Inge net heeft laten zien aan de slag zou gaan, dan ga je ook minder kunnen spieken als studenten, omwille van dat het op basis van het resultaat is dat zij worden doorgestuurd. Dus ik denk dat die vraag wel
aan bod is gekomen, hoe dat je dat kan voorkomen. We willen ook nog afsluiten met heel eventjes Future Teacher in de kijker te zetten. Future Teacher is een project wat zowel Inga als ik gelopen hebben de afgelopen jaren, maar ook verder gaan zetten. Namelijk waarbij dat je ook, dus de website futureteacher.eu, waarbij dat je start met een instaptoets, soortgelijk zoals Inga net heeft laten zien, waarbij de ICT-competenties van de leraar getoetst worden op basis van het DIGCOMP-EDU-verhaal. DIGCOMP-EDU is een framework van de Europese Commissie die 22 competenties naar voren schuift, waaraan de leraar is zeer ruim gedefinieerd. Dat bedoel ik mee van kleuter tot hoger onderwijs, dus heel de range. Die 22 competenties zou de leraar moeten aan voldoen. Wij hebben die vertaald in een vragenlijst van 40 vragen. Op basis dat je die invult op futureteacher.eu, krijg je de studieadviezen, een leerroute voorgeschoteld, dat je bijvoorbeeld rond formatief toetsen hebben we daar 3 modules. Hè. Het uurtje dat we nu hier hebben gebracht is zeer beperkt, maar daar zit veel meer in. Ook rond die analytics zit daar veel meer in, rond rubriek zit daar veel meer in, rond quizzen maken zit daar ook veel meer in. Maar op basis van uw resultaat in die vragenlijst en in de leerroute kan je dan naar een basisgevorderde of een expertenmodule gaan. Er zitten 19 thema's in 3 niveaus. Dus thermometer, als je naartoe gaat, is de intake, is de vragenlijst. Kompas is de individuele leerroute. En journeys zijn de online modules. Bijna alle online modules kan je ondertussen ook terugvinden op Klassement. Dan zit er geen vragenlijst aangekoppeld, geen leerroute. Dan kan je gewoon de modules doorlopen en daar je inspiratie halen. Wij houden de modules ook up-to-date. Dus het project is in principe afgelopen sinds eind augustus 2019. Maar wij houden de modules up-to-date. En wij hebben eigenlijk ook elke maand een webinar met 1 van de thema's die daar aan bod komen. Waaronder nu woensdag pre-teaching Flip in the Classroom doorgaat. Die gaat door om 2 uur in de namiddag. We proberen een beetje af te wisselen. Dus dat misschien ook nog even terzijde vermelden. Als je echt aan de slag wil gaan met Learning Analytics en hoe dat in elkaar zit van leerroutes, daar vind je een zeer mooi voorbeeld. Ondertussen zie ik ook van waar kunnen we de PDF die je toonde ergens vinden. De presentatie komt morgen voormiddag, in de loop van de voormiddag, op Klassement al. En de opname die zal later in de loop van de week daar ook aan toegevoegd worden. Als je je mailadres hebt achtergelaten van het moment dat je in de ruimte kwam, daar straks mailen wij ook van het moment dat de presentatie alvast online staat, maar ze is dus terug te vinden op Klassement. Iemand vroeg mij ook van, kan je concrete voorbeeld formuleren waarmee leerlingen en leerkrachten mee aan de slag kunnen gaan voor nu en ook nadien bezorgen? Ik heb hier de link gezet naar de toolkit formatief toetsen vanuit Nederland, die ook heel veel informatie bevat over hoe stel je nu een formatieve toets op, wat zijn de mogelijkheden en zo verder. Er zijn ook een aantal dingen die daar in PDF te downloaden zijn. We hebben zelf ook binnen Klassement een themapagina digitaal toetsen. Ga daar ook zeker eens kijken. Daar zit ook heel wat tools dieper in verdieping klaar. Een mogelijk iets is ook te werken met in plaats van Google-formulieren of in plaats van Office 365 is met exitticket.nl. Dat is een website die door een leraar in Nederland wordt ontwikkeld en verder doorontwikkeld. Nu tijdelijk, tijdens corona, is het ook gratis. Daarvoor is het, er zijn 2 verschillende. Het is een gewone licentie, die is altijd gratis, en een pro. En nu is de pro voorlopig ook gratis gemaakt. Maar er zitten voorbeelden in. Dus ik heb hier ook een voorbeeldje ingestopt van het moment dat je daarop klikt. Dan ga je naar zo'n voorbeeld exit-ticket. Wat is een exit-ticket? Ik moet mijn naam invullen. Als ik dan klik op start, dan moet ik 3 dingen benoemen die ik geleerd heb uit mijn les. Ik moet 2 dingen noemen die ik nog zou verder willen leren. 1 vraag die nog moet beantwoord worden. En ik wil meer de volgende les meer hulp of ik vond de instructie duidelijk. Dat is een voorbeeld van zo'n formulier. Ik heb daar niks aan gedaan. Dat zit daar standaard klaar. Nou, het enige wat ik gedaan heb, is de naam aangepast naar lesafsluiting. Er stond nog iets achter. En voor de rest niets. Hè. Je kan dat dan aan leerlingen en dat wordt dus ook weer dus anoniem. Maar jij krijgt wel die informatie ook weer door. Je kan dus eventueel deze vragen overnemen naar een Google-formulier of een Office 365-formulier. Maar je hebt wel een voorbeeld van hoe dat daarin zit. Ik denk dat daar een 10-tal schablonen beschikbaar zijn
die dat je gewoon kan terugvinden. En er is ook nog voor het lager onderwijs een voorbeeld van klassen beschikbaar. Dus mensen van het lager onderwijs kunnen daar ook zeker nog eens gaan kijken. Iemand anders vroeg welke tool kan je in het secundair onderwijs gebruiken om formatief te evalueren zonder dat leerlingen antwoorden naar elkaar kunnen doorsturen met een foto of een mail. Ja, dat is een beetje afhankelijk. Dus je hebt Google Formulier, we hebben Boekwitjes gehad, we hebben Xerti gehad. Maar dat zijn slechts voorbeelden. Er zijn heel veel andere tools beschikbaar. We hebben er een tipje van de sluier door daaruit opgeheffen. Maar ik denk dat er heel wat linkjes nog verborgen zitten in onze presentatie. Iemand anders vroeg van, kan je HVFP al gebruiken voor formatief toetsen? Kan je zien wie hoeveel heeft? De school stelt Q Assessment Q voor, sorry. Maar ik zou graag HVFP blijven gebruiken, maar ik zie geen resultaten. Ja, als dat gebruikt is in Smart School, helaas, dus heb ik al aangehaald, die hebben die koppeling niet met HVFP. En Assessment Q is een betaaltool, dus als de school die aanschaft, ja, dan zie je resultaten, omdat dat een aparte tool is. Dat is ook los van Smart School, is een aparte tool waarbij dat de resultaten kunnen opgenomen worden. Dus dat is afhankelijk van de keuze van de school. Ik denk dat we de vragen die vooraf ingestuurd zijn, zijn bij deze ook behandeld.